Als bankzitters bouwen wij altijd een brug tussen mensen die wel gevoel voor jongeren hebben en YouTube. Wat vaak niet het geval is. Maar vandaag gaan we een fysieke brug bouwen. Deze intro moet een snappier. Kom op. Ja, snappier. Klopt. Dikke vette griep. Uts, welkom bij een brug bouwen. Over wie had je het net? Lucky Gravenel. Wat heeft hij gezegd? Ik was er niet, ik was binnen. Doet hij weer koude stoer tegen me? Nou, hij wilde mij even op zijn bed slaan. Hij wilde mij vies nakken. Oké, wat gaan we doen? Nou, we hebben het geweldige idee. Want wij zijn natuurlijk jongens. Kijk, jij bent jong en hongerig en een ondernemer. Jij hebt geen tijd te verliezen. Dus stel, jij wil gewoon lekker in de zon gaan liggen daar achter het zwembad. Heb jij geen zin om helemaal om te lopen, natuurlijk? Laat ik eerlijk zijn, nee. Dus wij gaan een brug bouwen over het zwembad. Om gewoon ultiem tijd te besparen. We hebben het geweldige idee om het met tape te doen. Welkom bij Bankzitters Bouwen een Brug. Ik moet naar de overkant. Of wij naar jou? Wil je zwemmen of niet? Nee, ik wil niet zwemmen. Niet? Ik wil niet nat worden. Nee, wil je niet nat worden? Nee. Maar kun je niet gewoon omlopen? Nee, geen tijd en geen zin ook. Ik wil gewoon recht zo hier over het water en zo. Wil je niet springen? Nee, haal ik niet. Oké. Ik ben nu toch even voor de zekerheid even hierheen gelopen. Er zit een uur tussen of zo. Nee, een uur hè? Hoe lang heb je over gedaan? Nee, ja, even kijken. Een uur. Ja, veel te lang. Maar in ieder geval, we gaan proberen met dit en met dit een brug te maken van hier naar de overkant. Waar je echt vertrouwen in hebt, hè? Is het uiteindelijk het doel om met een PlayStation 5 die je gepreorderd hebt er overheen te kunnen lopen? Ja, dat is het. Oftewel doel. Met een stuk lucht. Wij hebben deze video geen sponsor. Wat natuurlijk helemaal niet erg is. Dat kan gebeuren. Wel hebben wij €200 aan duct tape uitgegeven. En nog meer aan bier erbij. Want wat we vandaag gaan doen gaat veel bier kosten. We vragen jullie niet om te abonneren. We vragen jullie niet om een app te downloaden. Of om je te registreren voor iets. Wel kan je natuurlijk naar bankzitters.nl gaan. Nee, voor je bankzitters. Voor mij. Merchandise ook op. Kunnen we jullie ook niet vragen. Dus abonneer op het bankzitterskanaal. Oh, wat een lul. Kijk of het kwaliteit tape. Oh. Zie je, nee. Slecht tape. Dit gaat nooit plakken. Daarom moet jij abonneren op het bankzitterskanaal. Wij worden niet serieus genomen in de Nederlandse community. Jullie, omdat we zo weinig abonnees hebben. Wij zijn nieuwe prankster, zijn we. Jullie zeggen dat het niet werkt. Dat je gewoon op dit steentje kan tapen naar de overkant. Dat wil ik eerst wel even zien. Ja, ja. Veiligheid first. Dit is toch veel te lang al. Ja, anders kan ik dat niet naar de overkant. Dan moet ik toch schuin lopen. Dan moet ik toch even Hij ging weer op die toon van die pan. We hebben nog een pan die niet op de inductieplaat kan. Hé, hey, maar jongens, ik zeg, Rob, even proberen. Rob, even proberen. Nee, maar ik zou zeggen, ik ben serieus. Met één tapeje lukt het niet. Maar met twee tapejes moet het wel lukken en dan gaat Rob eroverheen. Wat ga je nou met die bezem doen? Nou, dat zand weg. Zand. Je ziet toch hier zand? Je steekt nou wel heel erg je hoofd in zand, meisje. Je vader heeft het net allemaal zitten vertellen dat ik daar zo verdriet over had. Hier zit geen zand, hier zit geen zand. Ja, wel. Nee. Wel. Nee. Want? Want? Ja, precies. Fuck you. Dit is echt niet leuk, maar dit werkt sowieso. Ik ga eroverheen lopen, hoor. Dit is oprecht best stevig. Voor alle mensen in de comments die mij dik gaan noemen, dat komt omdat jullie zo fantastisch, fanatiek die apps downloaden. Omhoog en registreren. Daardoor verdienen wij namelijk tantoe veel geld. Kan ik weer lekker veel frituur halen. Zo is het voor de eerste keer seks als je klaar komt ook, toch? Ik voel het echt wel lekker. Waar gaan we? Oh, laat de voeten. Dat maakt niet uit. Wacht, ook even. Hey Rob, bedankt. Hè. Alles werken voor niks. Oké, we hebben nu dit. We hebben geleerd van de vorige keer. Dit is waarschijnlijk niet stevig genoeg. Roel moet erin, want Roel moet even in het midden bij elkaar houden. Dat feit dat Matt er vertrouwen heeft, dat geeft mij wel vertrouwen. Roel, jongen, je bent goed bezig, jongen. Als je onderkoeld raad, zeg het even, dan kunnen we lachen. Je hebt werkpaden en luxe paden. Hoe het volgens mij werkt, hè? Zou je hem helemaal door moeten trekken naar daar en naar daar? Of maakt het niks uit? Het punt is toch daar? Ja, maar dat maakt wel iets uit, toch? Nee. Maar dat is wel hetzelfde, als je... Nee, dat maakt niks uit. Jawel, wat, als je een houtplank hebt... Nee, luister naar wat ik zeg. Ja, op het moment dat je, dat je twee tafels neerzet en naar boven een plank... En tafels zet je dicht bij elkaar, dan kan je makkelijk over die plank heen lopen. Je bedoelt tafels dichter bij elkaar zitten, dan is gewoon je plank is korter dan. Ja? Het gedeelte waar je overheen loopt is korter. Nee, maar als je dit langer maakt, wordt eigenlijk je bad korter. Nee! Nee? We have problem! Het condoom was gescheurd, maar alles valt op te lossen met... tape. Ben je nou zwanger. Seks aan het hebben met... Ben je nou zwanger? Stop een rolletje tape in je vagina en dan hoppakee! Ja. Kom je nou op je eerste Tinder date, heb je uiteraard geen condoom bij, want wie gebruikt er nou condooms? Dat wijf wordt echt moeilijk. Zorg dat je in ieder geval een rolletje duct hebt achter je auto. Koen. Verf jij je haar roze als we 400 kalen voor het eind van deze zomer? Wat is het eind van de zomer? Koen. Ik verf mijn koude haar roze als we voor eind augustus 400.000 subs hebben. Mooi. Hé, maar dit is al echt sterk, ouwe. Ja, dat is een beetje ding. Ja, maar hier zit ik niet vast. Jij kan tot hier. Ja, nee. Hier. Ik kan tot hier. Maar je moet kruipen. Schuiven moet je zo. Oké, maar ik zou het vooral al vastplakken. Ja, ik moet zeggen, ik vrees dat ik toch nat ga worden zo. Het voelt stevig. Oh, kut. Oh, dit is koud. Oh! Ik ga door mijn benen. Ja! Nu moet je lopen! Oh. Ja! Ga maar! Ja! Ja! Ah!
gelukkig. Ja, ik meen serieus. Je hebt één focuspunt, je hebt geen focuspunt. Rol, ga dat doen. Ja! 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 Dan hebben we bewezen dat het een goede brug is. Maar ik vind dat lopen vind ik niet zo, ja, wel leuk, maar niet zo boeiend. Kijk, als we even iets om de lijn zetten. Toch een klein PlayStation. Daarom durf ik het ook. Maar okay. Dat ding werkt gewoon nog. Ja, nou hè. Maar gaat ook nog steeds werken, want ik ga hier gewoon overheen lopen. Oké. Okay. Oké. Okay. Maar dan moet je hem niet beet houden. Dan moet je hem gewoon eigenlijk in je broek doen of zo. Nee, beet houden. Dat als je valt, dan is het echt klaar. Dat je hem niet nog kan redden met je hand. Alsjeblieft, val. Nee! 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 Oh, oh, dat is de eerste keer dat gewoon zo, joh. Wat een leuk! Het is heel ziek, het scheurt gewoon niet. Dit is echt kwaliteit, hè? Rob, ja, lopen! We hebben nog een goed idee. We hebben nog een idee, namelijk met jouw favoriete. Nee, we hebben heel veel bier gekocht. Gewoon puur voor wetenschappelijke doeleinden. Eén voordeel van bierkratjes kopen als je een video gaat opnemen is dat je zakelijk kan zuipen. Nee, kan bouwen. Kan bouwen, sorry. Hoeveel hiervan heb je ooit in één avond opgedronken, denk je, Rob? Gewoon alles. Wat is het plan? We leggen kratten naast elkaar, doen we tijribjes tussen de hendels. En dan heb je een rij die lang is en dan suddenly kan je er ineens overheen lopen. Ik kan me ook niet voorstellen dat dit werkt. Als dat kabeltje niet breekt... Ja, dan is het heel makkelijk. Dan is het eigenlijk heel simpel. Dan zouden we er eigenlijk in principe met z'n vijf overheen kunnen. Ja. Dit is wel een dure brug, hè? Zo'n kratje is gewoon geld waard. Ik ben dus nu opgedroogd en ik heb nu ook wel dat ik niet meer nat wil worden. Zullen we nog een keer even doen? Ja. Eén van de zoveel. Wat doe je nou leuk? Nee, wat doe je nou leuk? Rob, doe de tijger even keer. Ik deed een tijger verkeerd. Stel je voor dat die krat gewoon breekt. Dat gaat natuurlijk gewoon gebeuren, dat is gewoon plastic. We doen nu net als die krat oneindig. Ik voelde aan het begin al tegen Roel, kan het krat breken? Nee. 1340, ze brouwen echt al lang bier, hè, als je erover nadenkt. Ze brouwden al bier voordat Columbus Amerika had ontdekt. Dat is toch geweldig, jongen? Voordat wij wisten dat er meer op de wereld was dan alleen Europa, werd er al bier gebrouwen. Is dit lang genoeg? Ik moet zeggen, het voelt wel heel stevig. Hier heb ik zin in, jongen, dat Mattie. Wat doe je nou? Ja, bro, je tapt me toch het water in hier, jongen. Je snijdt die bocht af omdat je al hier naar binnen gaat. Hij is te kort, hij is te kort, hij is te kort. Hij moet er nog één bij. En dit is echt kansloos. Ja, jongen, hij deukt nog één. Dat is veel te kort, dit. Dat is veel te kort. Even die PlayStation. Pas nou op. Nee, niet mijn PlayStation. Oh, Rob, wat vind je ervan? Dit is een fantastisch idee. Wat is zo vertrouwen? Ik ben nog wel mensen. Niemand had die vertrouwen, alleen jij. Dan moet je even tapen. Maar dat wordt hartstikke nat. Dat gaat hartstikke stuk. Maar ik vind dit wel een goeie. Kijk, het probleem net. Als we even. Wat was het probleem, man? Het probleem is dat als je kratje aan elkaar rijdt, dat die in gaat zakken. Surprise. En het probleem is dat het kratje dat handvat gaat gewoon afbreken, waarschijnlijk. Dit scheelt niet heel veel. Nou, wel een beetje. Beetje buigen. Wel een beetje buigen. Maar in principe, hoe je het bent of keert, ook al gaat hij een beetje schuiven, die middelste. Ding. Hij blijft er wel in. Omdraaien. Omdraaien en kijken of de andere kant kunnen schuiven. Ja. Dat kan niet. Nee, tapen niet. Tie-rappen. Kan je toch geen tie-rap in doen? Weet je wat het mooie is aan tie-rap? Die kan je zo aan elkaar doen en dan heb je een hele lange tie-rap. Ja, dat kan dus. Nou, succes ermee. Veel minder goed. Dit, het werkt niet, maar het kan wel. doe even losmaken voor je. Of even bewegen. Kan niet. Nee, dat is absoluut kansloos. Het leuke is dat Matt moet lopen. Matt moet wel lopen. Laten we het nu doen. Hey Matt, het lijkt me een goed idee dat jij je PlayStation 4 Pro pakt. Nee. Nou, kom op, ben je mietje? Ja. What the fuck? Het is wel steviger dan net. Wat, heb ik een uitzicht, zeg. Oh. Dat was een tie-rap, was dat. Nee, we hebben er nog vier. Geef die stoel eens. Hou ik dit, Roel? Met nog een krat? Nee, hè? Als het goed is, word je niet nat. Of een heel klein beetje, alleen de onderkant van je voet. We hebben dus nog een krat nodig, daar wat hoog te maken. Op zich kunnen we ook gewoon de PlayStation ertussen stoppen. Nog een kratje nodig. Sorry. Ik ben bang dat ik dadelijk erin flikker. Nee, dat lijkt me heel sterk. Dat ik opeens gelanceerd word. Over het huis. De spanning die hierop staat, dat is echt niet zo. En vandaag zijn we hier bij de bierloop met aan de linkerkant dikke vette Rol. Oké, gaat hij natuurlijk niet. De stoel is nog heel! Nee, dat is hier een stuk afgebroken zeker. Nee. Hij is gewoon onderuit gesweept, toch? Nee, die tires zijn gewoon door midden gebroken. Jezus, nee! Hij heeft dit laat een buikje zien! Hé, hey, maar jongens, zullen we gewoon bier gaan drinken? Want dit gaat natuurlijk nooit werken. Oh, jezus. Nee! Niet de PlayStation! Dank voor het kijken en vergeet nou niet te abonneren. Dus mensen, wil je nou een brug bouwen over je zwembad? Heb je nou een zwembad en denk je, ik wil een brug maken? Doe het met...
tape. Of met bankzittersmerch. Bij 100.000 likes gaan we alle bankzittersmerch aan elkaar vastbinden en daarmee een brug maken.